mega Jannemannetje hier. Leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over een Blaze XP farm. En dat is dit ding hier. Daar is die. Je zag ze net naar beneden vallen. Mijn lieve Blaze vrienden. En eigenlijk heb ik dat al laten zien in aflevering 141. Ja, die aflevering heb ik weer verwijderd in een nieuwe aflevering 141 gemaakt. Ik was een beetje in de war en ik dacht dat dit niet goed werkte. Dus ja, ik kan natuurlijk niet laten zien hoe je een Blaze XP farm moet maken. Doet. Maar hij doet het goed. Ik heb hem al een paar keer getest. Hij werkt eigenlijk hartstikke goed. Dus ik kan het je laten zien. En dat ga ik eigenlijk doen. Loop je nog even naar beneden. Dit is het. We hebben hier een afsluitknop. Zodat ze niet meer naar beneden vallen. En een crushknop. Dan worden ze gecrushed. Dat duurde even. Maar dat moet ook. Dus ze hebben het natuurlijk behoorlijk sterk. Nu heb ik geen looting zwaard. Een gewone. Een looting zwaard ligt ergens waar ik niet weet waar die ligt. Zo. Nou. Ik had volgens mij 18. Nu hebben we 15. En weer wat XP erbij. Die stond ook op 18. Nu op 22. Dus dan laat ik je nu eigenlijk zien hoe je moet maken. En dat is eigenlijk best eenvoudig. Het is wel heel lastig natuurlijk omdat je met die blazers zit. Die steeds spawnen en jou dood willen maken. Maar dat is goed te doen. En misschien zijn er betere methodes om heen te maken. Ik weet het niet. Maar jij mag in ieder geval die van mij gaan proberen. En dan gaan we nu naar kijken. Aflevering 141. Nog een keer. Veel plezier ermee. En tot straks. Later. Ik heb hier een blaze spawner. Die zit hier onderin gepakt. Want dat werkt het beste. En ik heb hier ook nog één. Deze hier. Nou, die is ook heel leuk. Waar schiet jij nou op? En wie schiet er? Niet dat het veel uitmaakt, maar ik wil het graag weten. Nou, om zo'n ding te maken heb je ruimte nodig. Oh ja. Dit gebeurt steeds. Maar daar heb ik ook iets op verzonnen. Even kijken. Waar heb ik hem gelaten? Ja, ik heb net wat spul allemaal in kistjes gedrukt. Was dat in deze? Hier heb ik in ieder geval 3 ingestapt. Laten we die eerst maar even opdrinken. Zo. Dan heb je wat fire resistance van 8 minuten. Dat helpt altijd een beetje. Wat zat er nog meer? Een leeflesje. Nou, wat je dus moet doen is dit allemaal hier weghakken. Weg. Ik bedoel eigenlijk niet deze blaze. Maar deze hele omgeving. Moet je oppassen dat je niet naar beneden valt, want dan ben je gezien. Kijk, doe ik dat van met de goede? Ja. Zo, dit gaat allemaal weg. En ik heb het nou dus ingepakt, omdat ik straks leg ik daar... of netherrack, of dat ik daar gewoon dirt dump. Dat zou ook kunnen, dat weet ik nog niet. Maakt niet zoveel uit wat je er dumpt. Als je er maar iets dumpt, joh, schiet op ander. Hup. Nou, dan pakken we dat ook maar weer op. Het is zonde om niet op te pakken. En de bedoeling is dus dat je er een... bij een zombie spawner of skelet spawner, dan maak je 9x9 vaak. Zo'n ruimte. Dat kan hier ook. Maar volgens mij, dat gaan wij gewoon doen. Werkt het beter als je een van 11x11 maakt. Dus dat moeten we gewoon even doen. We zijn dus... Jo, ga weg. Ik hak dit gewoon wel eerst allemaal uit. Dat zou je niet hoeven doen. Want je moet het straks weer opvullen. Maar ik vul het liefst vul ik het op met hetzelfde materiaal. Jo, ga weg. Hup.
1, 2, 3. Zo. Hier nog één. Dit hier nog even weg. Dat ruikt mooi op. Even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2, 3, 4, 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Yep. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Nou, dat gaat lekker. Dan nog even weg. Nou, eens even kijken of we deze magma cube kunnen pakken. Kom maar bij mij. Ja. Nog één sprong. Ik ben bang dat hij er anders van afvalt. En dan moet ik even... Oh, dat valt mee. Doe maar. Kijk. We doen het gewoon even zo. Want het valt mij op dat je heel weinig magma krijgt. Nou heb ik al een paar. Maar ik had zo net... zo'n grote en dat deed ik met mijn looting zwaard. En daar kwam niks vanaf. Dan heb ik nog een paar gedaan. Nou ja, ik heb er 7. Dus dat is ook wel voldoende. Maar ook nu zag je het. Geen enkele magma cream. En die hebben we toch nodig. Heb ik nou geen kabel meegenomen? Ah, fuck. Zit hier kabel in? Nee. Dan zetten we daar neer. 3 steentjes hier. Blazer wat daar. En we hebben een brewing stand. Hoppakee. Die daar even in. Toch wat van mijn spul af. Die heb ik nog nodig. En dan heb ik natuurlijk geen water bij me. Nou, dat schiet allemaal niet op. Brewing stand zet ik hier neer. Goed. Laat maar zitten. Nee, ik haal het toch eerst even op. Ik kom zo bij jullie terug. Zo. Dan pin ik weer. Flesjes erin. Netherwort erin. Volgens mij is dit niet meer nodig. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik doe het wel. Dan krijg je een awkward potion. Dat is volgens mij... Ik weet nog steeds... de basis, maar ik heb in ieder geval in de vorige snapshot heb ik drankjes gebrouwen zonder netherwort. Zo, en dan nog een beetje redstone erbij. Dat hebben we hier ook. Hup. Hup, hup. Hup. Bijna klaar. Zo. Potion of Fire Resistance. Doen we deze erbij, maakt hij hem langer. Doe je de gunpowder bij, dan maak je er een splash potion van. Dan kan je hem stuk gooien. Maar ik heb geen gunpowder bij me, denk ik. Nee. Is het klaar? Ja. 8 minuten. Nou, mooi. Oeh, ja, je moet me niet laten schrikken. Ik werd net even aangevallen door een paar blaze daar. Dus ik schrok er even van. We gaan weer verder.
Ik heb gauw mijn fire potion gedronken. Ik heb net ook even gekeken. Ik heb een rijtje te lang gemaakt. Dit moet weer weg. En daar moet dan een rand omheen. Nou, ik heb ook geen schep bij me. Dan laat ik dat maar maken. Het gaat echt niet goed. Slecht voorbereid weer. Oké, we hakken één randje weg. In een hoek. En daar zetten we... Dat was een beetje raar. Hoe zag dat er? Hoe kan dat nou? Hè? Nou ja. Ik zal zweren dat ik een stuk naar beneden viel. Zo. Zo. Ja, nu ik hem dus twee blokken breder heb gemaakt, heb ik ook veel meer materiaal nodig. Niet dat dat heel erg is, maar ja, ik heb het wel nodig. Zo. Deze weg. Dat doen we hier ook. Hup. En deze hoek nog. Zo. Nou zijn alle hoeken voorzien. Zo. Nou ja, nu zit overal een rand omheen. Dat is heel cool. En dan haal je de... aan alle kanten... drie weg. En dat wordt dan je buitenkant. Nou, daar heb ik dat glas voor meegenomen. Dat leek me wel leuk. Zo. En dat doen we ook aan deze kant. Ja, kijk, nu ik ze ingepakt heb, is het ook direct veel rustiger. Oh, hallo? misschien ook niet. Ik laat ze daar mooi staan. Want er kunnen toch maar een paar tegelijk spawnen. Schiet je nou op mij? Ga maar anders schieten, joh. Zo. Safety first, zeggen we altijd maar, hè. Zo, hier nog een rand op. Zes. Zo. Gaan we verder met de buitenkant. Zo. Nou, als de muren klaar zijn... dan leg je hier weer een dak op. En dat doe ik gewoon met deze, denk ik maar. En die moet binnen die rode lijn blijven. Of wat voor blok je ook gemaakt hebt natuurlijk. Maak ik dan nog even een loopruimte voor mezelf.
volgens, hè? En dan leggen we 2 hier neer. Klik, klik. Dan maken we een gat. En dat is deze. En dan gaan wij lava doorheen laten lopen. En doe je gewoon 1 naar binnen. In elke hoek. 1 blok naar binnen. Zo. En dat stroomt dan mooi hier zo. Wiep. Nou ja, je kent het idee. Ik vul het nog even weer. Zo. Vervolgens gaan we naar beneden. En dat is lastig, dus moet ik weer een heel stuk uitgraven. Echt een heel stuk. Hieronder. Eens even kijken. Zo, nou het is weg. Ik heb vaste palen gezet. Ik ben dus 1, 2, 3, 4 blokken naar beneden gegaan. En gewoon dezelfde breedte aangehouden. Dit gaan we weer opvullen. En dit kan eigenlijk denk ik al wel weg. Maar dat laat ik nog toch voor de zekerheid even zitten. Want het is best eng. Ik ga dat opvullen met dit. Denk ik maar. Gewoon steen. Ja, je moet wat. Maar het is natuurlijk geen gewoon steen. Oh, en misschien dat ik daar nog weer een rood randje doe. Ik heb best nog veel. Ja, laat ik dat eerst doen. Hier een rood randje. Want het kleurt mooi bij de netherrack. Zo. Ja, dan zijn we nog niet klaar met hakken hoor. Hier komt ook weer een gat in. Goed, ik vul dit even op. Zo. Weer een gat erbij. Nou moeten we nog weer wat lager. Even kijken hoor. Dan halen we eerst even zo'n randje hier weg. En misschien daar aan de buitenkant ook. Ik weet het eigenlijk niet of... Nee, we krijgen het toch niet te zien. Ja, toch gebruik ik het maar. Ik heb het toch al. En er is best veel. Dan maak je een randje aan de binnenkant. Dus 1 naar binnen. Zoals dit. Zoals ik nu doe. Gewoon nadoen. Hup, je hakt dit randje helemaal weg. Eigenlijk moet hij alles weg. Dus hak je ook gewoon allemaal weg. Hup. Weg ermee. Dat doe je met nog een rij. Zo. Hak je allemaal weg. Huppakee. Dit ook. Eigenlijk hoeft dit niet, maar dan weet je precies. Hup, dit gaat dan allemaal weg. Weg, 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 weg. Nee, nee. Nee. Zo. En dan zet je hier weer een... Gewoon een rij tegenaan. Hup. 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 Zo, die maak je 2 hoog. Zo. Hup. Nou, hetzelfde doen we weer hier. Hakken we ook weer weg. Wel oppassen voor lava natuurlijk. Zo. Moet ook weer 2 diep. Zo. Nou.
Nou, dat doe je weer net zo. Kijk, ik doe het weer met... Hoeveel rood heb ik? 45. Hoeveel van die heb ik? Daar heb ik meer van. Dus ik gebruik deze maar. Precies 64, dat is wel weer geinig. Zo. Hup. Nou, dit is volgens mij niet de goede... Ja, is wel de goede kant. Zo, daar nog. Die weg. Nou, deze moet ook 2 worden. 2 hoog. Want onze blaze-vrienden vallen maar... kunnen niet hoger dan 2 blokken springen. Dus dat doen we gewoon zo. Hier nog 1. Oh, iets gaat hier niet goed. Hier nog 1. Die daar. Nou, blijf je daar maar lekker zitten. Zo, 2. En dan maken we hier weer een gat. Ook gewoon weer 2. Even kijken, 45. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat kan. Ik weet niet waarom ik het doe, maar het is leuk, verschillende kleuren. Je hoeft dat niet te doen, hè. Je kunt alles gebruiken wat je wilt. Ik zou geen hout gebruiken of zo, want dat brandt best goed. Maar goed, als je dat per se wil. En je hebt fire spread uit, dan kan dat denk ik wel. Maar je kunt ook gewoon een netherrack natuurlijk laten staan. Dat is misschien het allerbeste om te doen. Gewoon de netherrack laten staan. Zo. Weer een rijtje. Zo. Ja, ik heb wel geluid. We zijn weer een dag verder. Nou, dit had je al gezien natuurlijk. Ik heb even een trappetje naar beneden gemaakt. En dit allemaal uitgehakt. Oh. Dat was best veel werk. Ook al zeg ik het zelf. Mag wel iets omhoog. Het is een beetje stil. Goed, verder met het redstone gedeelte. Doe maar. Zo. Hey. Ik heb nog een paar van die blocks. Pistons. Sticky pistons. Nou. We hakken deze weg. En dan plaatsen we daar een sticky piston, daar een sticky piston. Deze moet weg. Die moet ook weg. En daar een sticky piston. Dan moet die weg, die moet er weer in. Die moet daar, en dan moet hier nog 2 sticky pistons. Klik, klik, en dan gooi je die blokken er weer voor. Zo. Dat moet nog weg. Oké, we gaan het redstone aansluiten. Nou, hier zitten de pressure plates op. En die moeten daarmee aangesloten worden. Dus we doen dat zo. Even kijken hoor, dan gebruik ik toch liever dit steenslot voor. Net even een andere. Zo. Die daar. Oh, die moet er weg. Dus 2. En zo tegenaan. Dan 3 zo. En 1 er tegenaan. En daar moet dan 1 op. En dan moet er nog 1 omhoog. Zo. Hoppakee, weg ermee. Nou, dan heb je hier de 2 bloks. En die sluit je gewoon even aan. Zo. En daar ook. En dan laat je vallen. En dan doe je zeer. Dan hak je die bloks weer weg. En dat test je hem even.
dat werkt. Doe je bij de andere vier kanten ook. Dus bij deze kant. Ja. Twee deze kant op. Drie deze kant op. En daar moet dan weer één op. Nou ja, je kunt het zelf wel bedenken, denk ik. Hoe je daar komt. Hup, soepel de bocht om. Die leggen we daar neer. En die gaan daar weer tegenaan. Hup, hup, hup. Oh, daar worden ook een paar blaze boos. Zo. Hak je die weer weg. Land je hier weer op. En hak je die ook weer weg. Klaar. Nou, nog twee kanten te gaan. Nou, doen we even buiten beeld. Want dat kun je nu zelf wel. Zo. Nou, als je daar klaar mee bent. Dan kan je dus hier een tunneltje maken. Waardoor ze naar beneden gaan. Even kijken, wat hebben we nog? We hebben nog wat rood. Niet zo veel. We hebben deze ook nog. Nou, dat zijn er... daar begin ik mee. Zo. En... even kijken. Hier twee. Zo. En dan doen we dat hier ook nog. Want ik heb het toch. Eén, twee, drie. Nou, dat is bijna precies genoeg. Helaas heb ik een foutje gemaakt. Dit is te laag. Dus dat moet sowieso nog twee bloks naar beneden. En dat is niet cool. Want er zit hier niks onder. Dus dat moet ik eerst even herstellen. Dat is toch wel weer jammer. Ja. En die valt mij nu steeds lastig. Ook niet fijn. Waar ben je, muts? Ja, ik hoor je wel, maar ik zie je weer eens niet. Oké. Ik heb de schade weer hersteld. Dat was een beetje dom van me. Oh, die wil ik ook. Zo, we plaatsen hier op deze een button. Die kan je ook wel ergens anders plaatsen, maar dan moet je dit ook allemaal veranderen. Zo. Even kijken hoor. Hier redstone dust. Hier een repeater. Daar een blok. Oh. Deze moet gewoon op één tik staan. Zo. Zo, een beetje meer licht. Hoppakee. Daar een blok. Hier, hier, hier. Ai, loopt dit wel niet ver genoeg door. Hier. Redstone. Comparator. Zo. Even kijken, 3. 1, 2, 3. Die gaan hier een blok in. En zo, dan moet dit weg. Huppatee, die weg. Daar een blok. Oeh. Oeh, bijna een spastische beweging. Phew. Hier redstone. Is die nou aan? Nou, dat lijkt waarschijnlijk zo, want die kan helemaal niet aan zijn. Nog één. Hier een blok. Daar een blok. Hier een blok. Zo. Hier een repeater op 4. Oh, wacht, dat klopt niet. Deze moet weg. Comparator, comparator. Klaar. Dan hebben we
moet hier nog een blok. Zo. Deze weg. Zo. En deze moet dan daar. Ook dit is niet helemaal de manier waarop het moet, maar ik doe het wel zo. Huppakee. Hier een repeater op 4. Hier een blok. Hier een repeater, hier allebei op 4 ticks. Dus helemaal op het eind. Ja. Huppakee. Dan plaatsen we nog even de pistons. Dat was ik eigenlijk vergeten. Nee, niet echt, maar toch wel een beetje. Deze hier. Die komt daar. Deze komt hier op. Dit is de crusher. Even kijken. Heb ik daar iets... een andere kleur van? Nou, dat doen we gewoon deze. Zo, en dat is dan de... de deur. Blok die hem tegenhoudt. En dat moet een doorzichtig zijn. Dat is deze. Zo. Huppakee. Even kijken of... nou, zou dit moeten werken? Blok naar voren. Dit brandt allemaal. Nou, dat zal wel goed zijn. En dan gaat weer naar binnen. Cool. Nou moeten we dus alleen dat glazen blok nog verplaatsen. En dat doen we met een lever. Wat zou dat misschien niet hoeven, maar we doen het wel. Die weg en die weg. Hup. Hierheen. Daarheen. Redstone, redstone, redstone. Redstone. En dan hebben we hier een half slab nodig. Nou, die heb ik ook. Zo. Huppakee. Nou, hij gaat dicht. Dicht. Open. Nou, hartstikke cool. Dat werkt perfect. Klaar. Weer een stapje. Nou, volgens mij moeten we alleen nog een aan-uit module maken. Dan zijn we klaar. Oké. Nou, dan hebben we... dit is allemaal werkende. En het blokding. Crusher ding. Dat is hartstikke cool. Maar nu moet er een... manier komen om het lava te laten lopen. Dat doen we hier zo met deze lamp. Even kijken, die moet hierheen. En dan naar achteren. En volgens mij... moet dat dan zo. Past die daar? Heb dit weer weg. Zo. Daar een fakkel op. Zo, hoppakee. En redstone, dat loopt gewoon van hier naar daar. Hup, daar een lever op. Ja, gaat uit. Nou, dat is hartstikke goed. Eens even kijken, doen we deze erbij. Huppakee. Ja, ik denk dat ik nu wel... loop deze gelijk met deze hier. Ja, ik denk dat ik er zo langs kom. Hoop ik in ieder geval. Zo. En die komt precies daaruit. Nou, dat is hartstikke mooi. Nu gaan we het moeilijke gedeelte doen. Of het moeilijke gedeelte is het eigenlijk niet. Maar ja, er moet een dispenser komen. Op de kop. Dan hoop ik dat... ja, volgens mij gaat dat wel goed. Zo. En deze doen we even weg. En daar tossen we een emmertje in.
kan die weer weg. Nou, dat doen we bij al deze. Zo, staat ook naar beneden. Hoppakee, daar het emmertje in. En dan werkt dat ook. Zo. Even kijken, die komt hier uit. Doen we daar even zo heen. Zo. Hoppakee. Nog één. Klik. Ja, en het mooiste is toch als ik het zo doe. Maar ja, dat redt hij dan net niet. Nou, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Deze weg. En dan doen we daar een repeater. Zo. Alleen nu is 1 uit en 1 aan, denk ik. Deze is uit. Deze geeft ook niks. Deze stroomt wel. Oké, dat is cool. Deze stroomt ook. Nou, dan moet die nog even stromen. Zo. Zo, klaar. Je moet hem alleen 2 keer doen, zie ik nu. Dus beneden moeten we nog een T-flap schakelaar maken, maar dat doen we een andere keer. Nou moet eigenlijk al deze dirt weg. En ik denk dat ik daar toch maar even weer een drankje voor neem. Zo. Want ik begin aardig op te raken. Zo. Is die nou aan? Nee, hij is uit. Moet die dan aan? Dat vraag ik mij af. Dat is ook niet zo veilig. Nou, ik weet het niet. Ik ga het gewoon weghakken. En dan zien we het wel. Heb alle dirt weg. Nou, ik haal even een schep op, want dit is gewoon niet te doen zo. Nou, weet je, ik ga dat denk ik even off-cam doen, want... Ja, het filmpje was al erg lang zo. Dus ik ben zo bij jullie terug. Wow, nou, ik hoop dat jullie me horen. Het werkt. Eens even kijken of we wat kunnen crushen. Wow, oh, ze schieten terug. Oude schouw op. Er moet dus iets wat omhoog. En deze moet weg. En dan moet hij daar. Of weet ik veel. Ja.
Maar hij werkt al behoorlijk goed. Oké, dan moet ik misschien deze nog één omhoog doen. Want nu zitten ze op ooghoogte. Dat is niet helemaal oké. Nou ja, maakt ook niet uit. Het werkt wel. Dus dat is hartstikke mooi. Dus zo doe je dat. Dan moeten we nog even kijken of die aan kan. Dan moet die twee keer. Gaan we naar boven. Dus die schakelaar moet ik nog vervangen door een T-flop schakelaar. Nou, doen we een andere keer. Ja, dit ziet er wel prachtig uit. Hartstikke mooi. Ze blijven komen, hè. Maar bijna niet. Nu zitten ze hier nog ergens. Oh, kijk, iets gaat niet goed. Ah, fuck a duck. Nou, moet ik dat nog uitzoeken. Waarom loopt dat? Oh, er moet nog een gat. Ah, fuck. Want dat loopt natuurlijk op de vloer. Er moet nog een gat naar beneden. Nou, ik ga even de held spelen. Even kijken hoor. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ik ben niet weg. Oké, ik ben er klaar voor. Ik hoop dat er geen lui meer zijn daar. Eerst een beetje herstellen. Er moet nog een gat onderin. Onder die lavastroom. Nou ja, had ik beter zo net kunnen doen. Want nu is het nogal druk. Dus die moet in dat hoekje daar. Even kijken. Dit is echt veel te gevaarlijk. Don't try this at home. Ja. Nou, ik weet niet of daar een gat in zit. Dat kan ik zo niet zien. Nou, potverdorie. Dit was niet zo handig. Maar kijk. Daar moet een gat. En dan is het volgens mij opgelost. Zo. Daar. Dus dat doen we gewoon even zo. En ook aan die kant. En dan strandt deze kant volgens mij niet meer raar. En dan doen we ook aan deze kant. Oh, die stroomt misschien al goed. Ah, fuck. Nou ja, dat was een beetje dom. Maar dan moet dus onder de lavastroom. Oh, wacht even hoor. Dit trekt echt niemand toch? Hostile creatures kan wel wat zachter. Onder de lavastroom moet dus nog een gat. Ja. Weet je wat vervelend is? Net... was mijn harde schijf ook nog vol. Ik heb echt veel te veel gefilmd hier.
Maar daar dus waar die stralen komen, daar moet nog een gat onder. En dat gaan we straks even doen. Maar ik ben nu eerst bijna dood. Dus we gaan eerst even herstellen. Oké, nou om de lavastroom goed te laten lopen. Ik heb daar even een torch neergezet. Dan staan ze aan. Maar echt lekker gaat het niet meer. Dus ik ben er eigenlijk wel even klaar mee. Weet je wat? Ik laat de volgende keer even zien hoe je de T-flop aan moet schakelen. En dit werkt toch niet helemaal goed. Misschien moet die een kleiner. Ik weet het niet, maar er zit... Ja, het levert niet genoeg licht op zo. Maar joh. Nou, ik ben er klaar mee. Ik zie jullie in de volgende aflevering weer. Tot later. Doei doei. Zo. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Het was best leuk om te maken achteraf. Je kunt het natuurlijk altijd een beetje aanpassen als je zelf wilt. Dat is geen enkel probleem. En je moet het eigenlijk natuurlijk met een looting zwaard doen. Want dan krijg je veel... veel meer blaze rods. Maar ja, die heb ik niet. Dus ik doe het gewoon even zo. Maakt het niet zo heel veel uit. Kijk, weer 18 erbij. Oké, ik heb het al een paar keer eerder gedaan. Ik heb nu al 38 levels. En ik heb dit hier een beetje opgeknapt. Een soort wachtruimte. En ja, ze zagen me door dat gele glas heen, gek genoeg. Dus ik heb dat een beetje dichtgemaakt. Maar anders blijven ze me schieten. En ze, hun fire charges die gingen zelfs door het raam heen. Nou, dat moeten we niet hebben. Dus dat heb ik veranderd. Even kijken. Ik heb deze gang een beetje opgeleukt. Is nog niet helemaal af. Maar een beetje lava hier. Lava daar. Hier nog wat lava. Hartstikke leuk. Wat mij betreft. Ik hoop dat je deze aflevering ook leuk hebt gevonden. Ja, goed ezelsbruggetje. Goed bruggetje natuurlijk. Geen ezelsbruggetje. En als dat dan zo is... Mag je een like achterlaten. En daar ben ik weer blij mee. En je kunt je natuurlijk altijd nog even abonneren op mijn kanaal. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Ik duik mijn bed in. Ik zie je de volgende aflevering weer. Dank voor de aandacht. Later. Doei doei.